Nu op Terschelling het seizoen weer is begonnen en er steeds meer toeristen komen, wordt het voor de eilanders steeds moeilijker om de auto te kunnen parkeren. Vooral hier op de veerhaven bij de boot is dat een probleem. En daarom vraagt raadslid Jan-Willem Adams aan de wethouder om op te schieten met een nieuw parkeerbeleid. Er is een voorbeeld van een mevrouw die was 39 weken zwanger. Die moest eigenlijk hals over kop naar het ziekenhuis met de boot mee. Heeft de auto hier geparkeerd, ja, op een plek waar niet mag. En ze zegt zelf ook van ja, ik wist dat er een mogelijkheid in zat om een bon te krijgen en die krijgt een bon. En eigenlijk zou je willen dat dat soort mensen, die eilanders, hier eigenlijk altijd de auto kwijt kunnen. Wij hebben alle zaken die in het coalitieakkoord staan, hebben wij op tijd gezet. En in 2024 wordt het parkeerbeleid op West aangepakt. Dus we kunnen niet alles tegelijk. We hebben veel dingen op ons bordje liggen. En dat is de reden dat er nog op dit moment nog niet zoveel meer gedaan is. Maar 2024 is wel nu. Dat is begonnen, ja. Dus we gaan kijken hoe we daar goed handen en voeten aan kunnen geven. Het feit dat hier te weinig parkeerruimte is op Westerschelling is goed te zien op het parkeerterrein hier op de haven. Want auto's moeten hier zelfs parkeren op de verhoging tussen de parkeervakken. En dat komt dan ook mede doordat veel ruimte wordt ingenomen door bedrijven van de vaste wal die hun werkauto's in het weekend op de haven laten staan. Ik weet dat er een aantal keren vriendelijk gevraagd is om die op de werkhaven neer te zetten. Waar natuurlijk een groot terrein is waar mensen voor langere tijd de auto kwijt kunnen. Maar ja, ik snap het aan de ene kant ook wel dat als je dicht bij de boot bent en je kunt daar parkeren, dan zet je hem daar neer. En zolang daar geen consequenties aan vastzitten, ja, dan kun je hier gewoon vrij parkeren. Dus ook de busjes in de weekenden. Feitelijk zijn er ook geen sancties op mogelijk, hè? Want we hebben onze APV, daar staat precies in wat we wel of niet kunnen doen. En daar kunnen we geen sancties op uitoefenen. Dus dat zal toch moeten komen in de oplossingen die uiteindelijk voor het veerhaventerrein gaan gelden. Maar dat is nog toekomstmuziek inderdaad. Het college zegt dat ze dat in dit jaar gaan aanpakken, maar het blijft gekoppeld aan de havenplannen. Dit college, deze coalitie, wil het niet loskoppelen. En de havenplannen gaan wij dit jaar in 2024 niet uitvoeren en zeker niet helemaal klaar krijgen. Dus daar hebben wij weinig vertrouwen in dat dit jaar allemaal goed gaat komen. Er zijn ook oplossingen die in de stukken staan die destijds zijn opgeleverd, die ook nu al misschien opgepakt zouden kunnen worden. Dus daar gaan we heel serieus naar kijken hoe we dat in de tijd kunnen wegzetten. Daar zullen we de raad binnenkort over informeren. Ja, dus het is nog even geduld hebben eigenlijk. Nog even geduld, AUB, ja.